Ja, meneer Ubbels, u heeft net een presentatie gegeven over die Edge, het nieuwe hoofdkantoor van Deloitte. Is dit voor u een typisch voorbeeld van het nieuwe bouwen waar het vandaag over gaat? Ja, absoluut. In dit geval zie je dat je eigenlijk vanaf het eerste moment dat je denkt dat je een gebouw gaat bouwen, dat je met alle partijen in zee moet gaan. Want wil je het maximaal sustainable maken en ook innovatief, dan moet je al zoveel zaken in de infrastructuur van zo'n gebouw regelen. Dat kan je niet achteraf aan het gebouw toevoegen. Dus we zijn vanaf het allereerste moment als gebruiker betrokken bij de ontwikkeling en het bouwen van het pand. Nou hoorde ik u er heel gepassioneerd over praten. En u bent natuurlijk ook de nodige hobbels tegengekomen. Heeft u daar ook een advies of een tip voor de mensen van alles wat u heeft ervaren in dit proces? Ja, wat ik het meest ervaren heb is dat allerhande partijen die bij zo'n gebouw betrokken zijn vooral weten te vertellen hoe het niet moet. En dat moet je dus gewoon niet accepteren. Dus je moet gewoon blijven vragen als iemand zegt ja, maar dat kan niet. En dan zeg ik, waarom niet? En dan vraag je dat nog 7 keer en dan komen ze vanzelf een keer tot de bodem. En meestal gaat het, ja, maar dat kost geld. Ja, maar dat vroeg ik toch niet in eerste instantie. Dus je moet eerst bepalen, wat is je ambitie? Kan het wel of kan het niet? Nou, technologisch kan inmiddels ongeveer alles in de wereld. En dan moet je dat afpellen. En natuurlijk kan het af en toe zo zijn dat iets heel erg duur is. En dat je moet bedenken van, nou, dat gaan we dan maar even niet doen als je het niet terug kunt verdienen. Maar je moet je niet te gauw laten afhouden van de goede ideeën die je hebt door allerhande partijen in de markt. Dus als je het dan omdraait voor de mensen in de bouwbranche, moet het dus niet zijn, het kan niet, maar doorvragen van, goh, wat wilt u dan precies? Ja, ze moeten veel verder doorvragen en ook veel meer associëren met andere technologieën. Dus je ziet dat ze allemaal heel erg in hun eigen stramien denken. Maar als je het over licht hebt, dan kun je heel lang over praten. Maar als je licht combineert met IT, dan kun je daar heel veel dingen doen. Als je dat combineert met sensors, met Internet of Everything, met data, dan kun je ineens heel veel nieuwe en andere dingen gaan doen. Ja. Dus het is een beetje doorzetten en ja, out of the box. Maar dat is natuurlijk altijd al het credo, out of the box denken. Daar begint het mee. Nou, dank u wel. En veel succes met de oplevering straks. Ja. Yeah.